Hoi, en leuk dat je weer kijkt naar... Wacht even hoor. Even dit nare ding af. Weet je nog? Mondkapjes, 1,5 meter afstand en desinfectiegel. Tussen januari 2020 en mei 2022 lag de hele wereld compleet overhoop door een nieuw virus. COVID-19. En Nederland dus ook. Voor de veiligheidsregio Utrecht was het een bijzondere periode. De relatief onbekende organisatie kreeg een centrale rol in het bestrijden van deze crisis. Ja, in het begin van die crisis kun je, je misschien ook nog wel herinneren dat we die besmettingen steeds meer dichterbij zagen komen. Eerst was het nog buiten Nederland. En op een gegeven moment werd ook in Nederland de eerste besmetting vastgesteld. En toen op een gegeven moment ontwikkelde dat zich in zo'n enorm tempo dat besloten is om een dedicated crisisorganisatie in te richten om de ontwikkelingen nauwlettend te volgen. Ik weet ook nog dat we in de beginperiode echt dachten, nou ja, voor de zomer zal dit wel afgelopen zijn. Niet wetende dat we daarna nog ruim 1,5 jaar in min of mindere mate en in bepaalde samenstelling nog met elkaar doorgewerkt hebben. Ja, dat levert soms ook gewoon situaties op waar je heel erg met elkaar aankijkt en denkt, ja, waar zijn we nu weer in beland? Maar ook de vragen die we hebben gehad gedurende de periode van vanuit de samenleving van ja, bijvoorbeeld is bingo een evenement, omdat evenementen toen verboden werden. Nou, mag je dan wel bingo spelen met elkaar? Of mag ik als kapper wel een kniples in de buitenlucht geven? Ja, de meest vreemde vragen die we soms binnenkregen en waarvan we dachten, oh, ja, wat moeten we hiermee? En wat is hierop dan het juiste antwoord? Net als alle andere Nederlanders hadden ook de collega's van de brandweer vragen. Heel veel vragen. En daarom werd de vraagbaak brandweer in het leven geroepen. Ronald Sonneveld had een actieve rol in deze vraagbaak en dat deed hij vanaf de brandweerpost in Zeist. Ik ben Ronald Sonneveld. Ik werk in een combifunctie als clustercoördinator voor werkgebied 2, ploegleider in Zeist. Ik ben daarnaast postcommandant van de post Lopik en een van de gezichten achter de vraagbaak brandweerrepressie. Ronald, hoe was het eigenlijk tijdens de coronaperiode voor de brandweerposten? Ja, aanpassen natuurlijk. Afstand houden. Spannende tijd sowieso. Nou, en zo zag het er bijvoorbeeld in de kantine uit. Dat we echt afstand moesten gaan houden van elkaar. Als we gingen eten, 2 man op de kopse kant van de tafel. De ploegafwisselingen had je niet meer met elkaar. Dat werd beneden gedaan. De opkomende ploeg zat beneden, de afgaande ploeg zat boven. Je belde naar elkaar en je ging de deur uit zonder elkaar gezien te hebben. Totdat er een uitdruk is, ja, dan moet je met z'n allen in de auto zitten. Ongezellig, maar wel veilig. Zeker, ja, heel ongezellig. Maar wat je zegt, inderdaad wel, gezien de maatregelen, wel goed om te doen. Maar gelukkig staat het tegenwoordig allemaal weer gewoon tegen elkaar aan en kunnen we weer aan een normale eettafel zitten in plaats van op deze manier. En toen is uiteindelijk de vraagbaak voor de brandweer bedacht. Kun je eens vertellen, wat hield dat precies in, de vraagbaak? Ja, dat kwam eigenlijk voort uit het feit dat er zo weinig bekend was en zoveel onduidelijk was. Dat er behoefte was aan een centraal punt waar mensen hun vragen konden stellen in ieder geval. Waar informatie werd verzameld en vanuit waar ook werd gecommuniceerd over nieuwe maatregelen, over werkafspraken, over thuiswerken of niet. En hoe kijk jij zelf terug op die periode? Ja, ik vond het een mooie periode in die zin dat we echt heel actief zijn geweest met het team van de Vraagbaak. Veel positieve reacties op gehad, dat mensen blij waren niet altijd blij waren met het antwoord wat ze kregen, maar in ieder geval dat er een antwoord kwam. Dat er duidelijkheid werd verschaft om de maatregelen weer te vertalen voor de praktische kant van de brandweer. Want dat was het eigenlijk. Het thuiswerken, dat is leuk als maatregel, maar dat gaat niet altijd op voor de brandweer. Ook de GOR, de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio, kreeg een belangrijke taak. Door te monitoren en te adviseren was de druk op de zorginstellingen goed in beeld. Bovendien had de GOR een belangrijk logistiek project om de tekorten aan persoonlijke beschermingsmiddelen in de ziekenhuizen tegen te gaan. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan de handschoenen, de schorten die de mensen om hadden, de mondmaskers. Hè, dat zijn eigenlijk de beschermende maatregelen die we kunnen treffen. Ik raakte hierbij betrokken doordat ik de opdracht van mijn leidinggevende kreeg. We moeten een distributiecentrum oprichten en we moeten er ook rekening mee houden dat we een goed administratief systeem opzetten. Zodat we altijd achteraf nog vragen kunnen beantwoorden of uiteindelijk facturen kunnen sturen.
Die uitdaging was erg groot, want mijn voorgeschiedenis, ik ben verpleegkundige. Ik heb dus 0,0 verstand van distributiecentra en alles wat daarmee te maken. Dus nou, dat was eerst eventjes achter mijn oren krabbelen. En toen dacht ik ook van nou, dat gaan we regelen. Hoe? Geen idee. Maar ik ga eerst naar mijn collega's bij de brandweer. Met name logistiek en middelen. Met name het logistiek gedeelte. Ik denk van nou, dan maar eens horen hoe hun dit soort dingen aanpakken. Op het moment dat wij bezig waren met het verdelen van de persoonlijke beschermmiddelen, kwamen we ook op het idee van, joh, is het niet handig om te kijken of we de gebruikte materialen opnieuw konden schoonmaken en dus konden hergebruiken. We hebben het in eerste instantie naar een ziekenhuis hier in de regio gebracht. Die ging dat weer vervolgens op transport doen waar het helemaal schoon werd gemaakt. Vervolgens kwam het weer terug in het ziekenhuis. Die hebben de controles gedaan om te kijken of het nog allemaal goed was. En vervolgens kreeg ik al die middelen weer in mijn magazijn en dan kon ik het weer verspreiden onder nou ja, de mensen die het nodig hadden. Dus het was een mooie uitdaging op een gebied waar ik niks vanaf is. En ik kijk daar ook met eigenlijk veel trots op terug dat het toch gelukt is. In mei 2022 werden de laatste coronamaatregelen afgeschaft. Het was een periode met veel ellende, maar ook met veel bijzondere momenten. Voor de VRU betekende het in ieder geval een grote toename in bekendheid en waardering voor ons als organisatie. Dit was hem alweer voor deze keer. Toen de coronacrisis nog niet eens officieel voorbij was, viel Rusland buurland Oekraïne binnen. En daardoor kwam er een enorme vluchtelingenstroom op gang. Hoe de VRU daarmee omging, dat hoor je de volgende keer.